Je hebt vroeger die druipschilderijen, hè, dat mensen ook verf gingen gooien en dat soort zaken. Was dit nou voor jou een inspiratie? Waar komt dit idee vandaan? Ja, Gerrit heeft mij benaderd. Die had het totaalplan in feite. En hij vroeg als ik er meer wil werken. Ja, dan hoef ik niet lang na te denken. Dat doe ik al meer. Is gewoon de mooie gekkigheid van het leven. En dan moet je koesteren, zoiets. Dus ik wou gewoon breedwillig zijn. Heerlijk. Het is toch lekker experimenteren. We hebben van alles uitgedacht in de schuur bij mij achter thuis ook. Testjes gedaan. En de ene keer lukt alles, en de andere keer lukt niks. Dus nou is het een beetje, hoe het komt, dan komt het. Dus we hebben ons best gedaan. Heel erg geleerd. Het is heel iets anders wat je normaal doet. Normaal doe je meer decoratief schilderen, schilderijen maken, fotografie. Dit is echt het gebeuren, de happening. Ja, gewoon. Ik ben gek op gek doen. Vind ik mooi. En dan is dit natuurlijk een prachtig evenement.